De veerpont tussen de Sint-Janshaven op Rotterdam-Zuid en de Sint-Jobshaven aan de noordkant is vanaf vandaag uit de vaart. Omdat vanwege renovatie de fietsers- en voetgangersbuis van de Maastunnel was gesloten, zette de gemeente het pontje in. Nu de fietsersbuis weer open is, wordt er met weemoed afscheid genomen van het pontje. We gaan het missen, want we zijn al gehecht. Het is een hele... Ja, we hebben heel veel van genoten. Heel veel mensen die zeggen van ja, ik vind het wel jammer, want ja, het is toch wel leuk. Je hoeft niet door die tunnel heen, je staat toch in de buitenlucht. Dus over het algemeen wel positieve dingen. Dan moet ik 5 kilometer extra fietsen, dat is een beetje veel. Dus ja, toen heb ik altijd, ik nam altijd de pont. Op de piek, ja, in de spits zaten we vaak al tegen de 100 man aan om een uur of acht. We hoopten stiekem dat het zo'n succes zou worden. Maar ja, we zijn eigenlijk gewoon heel positief verrast of positief gestemd steeds over de hoeveelheid mensen die gebruik maakten van het veer. Want hoeveel mensen hebben daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze pont? Nou, bijna 500.000 mensen in ruim een half jaar. Dus nou ja, wij zijn daar heel erg tevreden mee en eigenlijk ook heel trots op. Het is wel heel jammer, want het was natuurlijk een waanzinnig uitzicht over de Maas. Cruiseschepen die langskomen, binnenvaartreglement wat toegepast wordt. Het was gewoon een mooi gezicht af en toe. En nu wil ik er fietsen. Ik ga gewoon lekker naar mijn werk en dan vanmiddag weer terug naar huis fietsen.